Hoi, leuk dat je kijkt. Welkom in de cabine van mijn vrachtwagen. Ik ga je meenemen vanaf de A20 bij Nieuwekerk aan IJssel door Zevenhuizen richting Moerkapelle. Vind je dit soort ritjes leuk? Druk dan even op abonneren rechts onderin en op het belletje. Dan hoef je niets te missen van de volgende video's die nog gaan komen. Hier de afrit dus, met bij deze bocht een verhaaltje dat daar al heel veel auto's zijn uitgevlogen. Zowel personenauto's als vrachtwagens hebben hier wel in de kant gelegen door het verkeerd inschatten of door gladheid. Bovenaan gekomen treffen we een rotonde. Nemen we die rechtdoor, dan komen we in de buurt van de hoofdweg. Nemen we die driekwart naar links, dan gaan we richting de Abraham van Rijkenvorsenweg. Maar wij gaan uiteraard naar rechts om in Zevenhuizen te kunnen komen. Hier steken we de A20 over. Als we naar rechts zouden gaan hier, dan gaan we de A20 weer op. Dat gaan we uiteraard niet doen. Misschien wel even leuk om te vertellen dat de gemeente Zevenhuizen, Moerkapelle, Oud-Verlaat, Nieuwekerk aan de IJssel en Moordrecht onder één gemeente vallen. Dat is de gemeente Zuidplas. Maar voorheen waren dat aparte gemeentes. Bij dit kruispunt links hebben we het bedrijventerrein de Hoge Venen. En naar rechts zouden we parallel gaan rijden aan de A20 om richting Moordrecht te rijden. We gaan hier uiteraard rechtdoor. Voorheen was Zevenhuizen en Oud-Verlaat één gemeente. Moerkapelle een aparte gemeente. Moordrecht een aparte gemeente. En Nieuwekerk ook. Daarna zijn Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat bij elkaar gevoegd. Dat heeft nog even kort Moerhuizen geheten. Dat vond ik vreemd. Hij had dan even Zeven Oude Moeren genoemd. Dan was Oud-Verlaat ook vernoemd geweest. Later werd dat Zevenhuizen, Moerkapelle. Gemeente Zevenhuizen, Moerkapelle moet ik zeggen. En een aantal jaar geleden is dat allemaal opgegaan met Moordrecht en Nieuwekerk in één gemeente. Te weten, de Zuidplas. We naderen het kruispunt waarbij we, als we links afslaan, naar Nesselanden gaan. De nieuwste wijk van Rotterdam die tegen Zevenhuizen is aangebouwd. Als we rechts af zouden slaan, gaan we de zuidelijke dwarsweg op. Richting Manningsveen. Maar wij gaan uiteraard rechtdoor. Hier heeft eerst nog een rotonde gelegen. Maar door het grote verkeersaanbod is dat maar weer weggehaald, want dat werkt niet helemaal goed. Het is nu redelijk rustig op de weg. We gaan weer rijden en je zult zien dat veel mensen altijd maar haast hebben en vooral snel een vrachtwagen voorbij willen, want wij zitten uiteraard in een vrachtwagen. Dat kun je zien omdat we wat hoger op de weg zitten. Eventjes er naar voor, dit gaat nog allemaal prima hoor, maar wat hier gebeurt, dat gaat ook nog wel prima. Ah, dat is een kwestie van douwen. Daar hebben we ook weer aparte filmpjes voor. Dat heet Dubieuze Dingen Onderweg. Hier links, rechtsboven, sorry, staat een linkje. Klik daarop en dan kom je bij die filmpjes terecht. Met als het goed is elke week een nieuwe upload. We naderen inmiddels meer en meer Zevenhuizen. Dit is nog steeds de N219. Die is een aantal jaar geleden omgelegd. Eindelijk, daar was al een hele lange tijd sprake van dat die niet meer door Zevenhuizen zou lopen. En uiteindelijk is dat dus gelukt. Dat is een mooie aansluiting vanaf de A12 naar de A20. Er is weer een nieuwe aansluiting bijgekomen bij Waddinxveen. Achter Doelwijk langs. Die is nog mooier eigenlijk, nog korter.
Maar om Zevenhuizen te ontlasten is er een randweg gekomen. En achter die randweg ligt ook gelijk weer een nieuwe wijk van Zevenhuizen. De nieuwste wijk van Zevenhuizen, mag ik zeggen. Koningskwartier, daar komen we zo meteen nog een stukje langs. Hier is de rotonde met de afslag naar Zevenhuizen of het vervolg op de N219. Wij gaan dus de afslag naar Zevenhuizen nemen. Oftewel drie kwart. Ga je naar rechts de N219 vervolgen, dan ga je richting Wallinxveen en kom je zo bij de A12 terecht. En kun je ook naar Moerkapelle rijden via de Brede Weg. Wij gaan het deze keer via Zevenhuizen doen. En zo komen we op de Zuidplasweg aan. Je zag hem links al even in beeld. De nieuwste brug in Zevenhuizen, de Koningsbrug. Als je die Koningsbrug overrijdt en je gaat rechtdoor, dan kom je bij de roeibaan uit. De roeibaan is Rotterdams grondgebied en is officieel geopend door koning Willem-Alexander. En Maxima. Die was er geloof ik ook bij. Bij deze rotonde rechtsaf gaat, dan kom je de nieuwste wijk in, Koningskwartier. Daar wordt nog steeds gebouwd. Maar het is al een aardige wijk aan het worden. En links zie je de dijk, het zuideinde. Aan de linkerkant zie je het volkstuinencomplex van Zevenhuizen. En aan de rechterkant het bedrijventerrein. Waar onder andere Dekker zit, Bode. En links de gemeentewerf. En gelijk erachteraan Labarak, het eetcafé, voormalig discotheek. Nu partycentrum geworden. Zo rijden we eigenlijk de dorpskern alweer in. En zien we hier, nou jij ziet het niet, maar aan de rechterkant heb je hier de begraafplaats. En hier de bushalters, die zijn hierheen verplaatst vanaf het noordeinde. Het zuideinde moet ik zeggen. Ik krijg ook wel eens in de war. En zo komen we op de kruising aan. Als we hier naar links gaan, dan gaan we de ophaalbrug op, de Hotel Vosbrug. Daar gaan we niet heen. Naar rechts zouden we de Noordelijke Dwarsweg inslaan. Daar gaan we ook niet heen. Nee, we blijven hier op de Burgemeester Klinkhamerweg onze weg vervolgen. En je ziet als je een oud Zevenhuizenaar bent dat er aardig wat veranderd is qua bouw. En waar ook de weg is helemaal aangepast sinds dat de randweg is gekomen, is deze weg helemaal vernieuwd, helemaal geherstructureerd zoals dat heet. En ziet er eigenlijk wel weer prachtig uit. We komen aan bij het voormalige voetgangers- en fietserstunneltje. Die is helemaal weg, dat is gewoon een zebrapad geworden. Dat kan nu tegenwoordig ook, dat was vroeger natuurlijk redelijk onmogelijk. Vanwege het drukke verkeer wat hier kwam. En aan de rechterkant zien we hier het dorpshuis Swanla. Waar nog heel veel activiteiten plaatsvinden. Dagelijks, mag ik wel zeggen. Sport, spel, amusement. Links de brandweerkazerne. Als je linksaf zou slaan, dan ga je de oprail op en dan kan je linksaf weer de dorpsstraat in of rechtdoor richting de Tweemanspolder. Rechts de wijk Swanla. In de Tweemanspolder uitrijdt heb je natuurlijk ook de Rottemeren, het graanhuis, de roerdomp en het zwembad. Deze rotonde rechtsaf zou slaan, dan is dat weer een ingang voor de wijk Swanla. Die is er later pas geopend vanwege bouwwerkzaamheden. Hebben ze die inrit gebruikt voor het bouwverkeer. Maar die is nu helemaal gereconstrueerd voor de bewoners. De Tamoil tankstation was voorheen een Texaco. Die was wel bemand, deze is onbemand.
En zo vervolgen wij onze weg richting Moerkapelle en komen zo dadelijk aan bij het spoor. Alle spoorwegovergangen in de gemeente Zuidplas zijn ondergraven, zoals dat heet. Dus er zijn geen echte spoorwegovergangen meer. Voor de veiligheid, maar ook voor de doorstroming van het verkeer. Dat is wel een hele verbetering. Onder de Noordelijke Dwarsweg, of bij de Noordelijke Dwarsweg, daar kan ik met een vrachtwagen niet onderdoor, want daar is de mijne te hoog voor. Dan zou ik mezelf klem rijden. En als je hier vlak voor het viaduct naar links gaat, dan ga je de molenviergang op. Naar de molens. En hier dus onder het spoor door. Dan komen we bij de A12, daar gaan we ook onderdoor. Voorheen was hier de afrit en de oprit ook. Richting Utrecht, maar ook richting Zoetermeer. Dat kan je nu niet meer voorstellen, maar dat is hier echt allemaal geweest. Het is allemaal weg. Dan stond je nog wel eens even te wachten voor spoorwegovergang. Het was allemaal nog een oude situatie. En hier aan de linkerkant het truckcentrum. Ja, Zevenhuizen en Moerkapelle, dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende gemeentes. Ze zijn wel samengevoegd, maar in principe hadden ze niet echt heel erg veel met elkaar voorheen. Het is al een hele tijd samen inmiddels, dus die samenwerkingen die zijn er wel. Politiek gezien is er een heel groot verschil. Hier aan de rechterkant het huis wat je zag, net na die brug, daar stond eerst een ander huis. Die was tot de grond toe afgebrand en daar is een compleet nieuw huis opgebouwd. Heel mooi gedaan, het is echt een prachtig huis. En zo rijden wij rustig aan op een dijk waar je maar 60 mag. En waar toch redelijk hard wordt gereden door automobilisten. En oma Gent die maakt er dankbaar gebruik van. Want die staat regelmatig bij een boer ergens te controleren, te laseren. Je bent dus gewaarschuwd als je hier hard wil rijden. Want ze staan hier echt heel erg vaak. Ik heb er ook wel eens eentje mogen ontvangen. Zeker als zo'n weg leeg is, nodig dat wel uit om je gaspedaal iets dieper in te trappen. Maar goed, je mag het toch echt maar 60. En hier naderen we de dorpskern van Moerkapelle. Dan zijn we bijna aan het einde van deze rit. Dus ik neem alvast afscheid van je. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je op dit kanaal als je dit leuk vindt. Of deel hem gewoon, mag ook, hè. Hier het welbekende kruispunt. Het kruispunt van Moerkapelle. Met daar aan de linkerkant, aan de overkant... Het wapen van Moerkapelle, de kroeg van Rob en Gert-Jan. En hier gaan we rechtsaf de brede weg op. En die duwt nog even een beetje door, maar geeft niet, ruimte zat. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het meerijden. Graag tot de volgende keer. Vanuit de cabine zeg ik, toedeladokie!